Ja, natuurlijk Fishy hier weer en vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. Het is weer zondag, betekent weer Q&A tijd. Iets later dan eigenlijk gepland was, maar dat had ermee te maken dat ik vanmorgen wat later uit bed was. Kan gebeuren en ik moet het nog opnemen, dus ja, kan gebeuren dat het een half uurtje later online staat. Normaal gesproken is een beetje 2 uur mijn tijd dat het online staat. Ja, je ziet trouwens mijn haar, hè? Ik zit aan het kijken al net, een beetje de camera. Het begint aardig weer te groeien. Ik denk dat ik ongeveer deze lengte ga houden. Dus ongeveer dit, hè. Ik denk dat het wel beter bij mij staat. Zo'n beetje, weet je, niet te lang. Ik vond kaal zelf ook, nee, dat vond ik ook niet trouwens. Ik kan me heel kort kaal houden, want het gaat, bij mij groeit het best wel snel, hè. Het is gewoon een weekje, anderhalf week. Dus het gaat echt super snel eigenlijk. Dus ik denk dat ik gewoon deze lengte ga houden. Ik denk dat het wel goed is. Maar moet je er achterlaten misschien bij de comments of jullie dat ook goed vinden. Nice vinden. Wat jullie ook even achter moeten laten is natuurlijk een duimpje. Want ik hoop er weer 200 likes te halen. In ieder geval op de Q&A natuurlijk. En laat het natuurlijk even je vragen achter. Dat lijkt me ook zo prettig. Op de achtergrond zie je gameplay van Bouke de Wolf. Hij haalt hier een dubbel nuke op MW2 op Wasteland. En zijn vriend Gjold, als het goed is, als ik het goed uitspreek, die haalt ook een nuke en die kalt hem in. Dus je ziet echt 3 nukes eigenlijk, zie je, zeg maar. Dus best wel leuk om te zien natuurlijk. Het is natuurlijk zo, als je normaal gesproken je nuke inkalt, is de wedstrijd afgelopen. Dus vandaar dat hij hem niet inkalt. In ieder geval lekkere gameplay op de achtergrond. Natuurlijk link naar Bouke staat in de beschrijving. Gaan we lekker over naar de eerste vraag van deze week. Van Erwina Boys 076. Waar ligt dat? 076 ook weer. In het zuiden van het land. Q&A. Welke console vind je beter? De PlayStation 4 of de Xbox One? En waarom is die beter? Ik heb het al zo vaak beantwoord. Het boeit mij eigenlijk helemaal niets, die console hoor. Ik vind ze allebei nice. Je moet gewoon spelen tegen vrienden. Tegen je vrienden, of met je vrienden in ieder geval, op de console waar hun nog spelen. En dan, ja, tegenwoordig is dat natuurlijk wel vaker natuurlijk de PlayStation 4. Maar het boeit mij echt helemaal niks, persoonlijk zelf. De ene is controle beter, de andere is netwerk beter. Boeien. Volgende vraag van Einefst. Q&A, ja, Fishy. Ten eerste, je maakt super fits, dankjewel. Keep on the good work. Hey, dat is een beetje Remco-stijl. En dan mijn vraag. Heb je een slecht gewoonte? Zoals roken? Enzovoort. Nou, ik rook niet. Ik heb eigenlijk nog nooit gerookt. Ja, ik heb 1 keer een wietje gerookt. Dat is een slechte eigenschap. Maar ik heb geloof ik echt 2 of 3 keer in mijn leven een wietje gerookt. Nee, ik vind het zelf niks aan. Dus ik heb toch steeds slechte eigenschappen. Misschien, ik drink wel eens. Misschien, dat is natuurlijk eigenlijk een slechte eigenschap natuurlijk, drinken, hè. Drinken moet je niet doen. Maar ik vind het wel gezellig, weet je. Je moet gewoon drinken als het lekker gezellig is of zo. Tenminste, mijn mening daarover. En verder, slechte eigenschap, ja, misschien voedsel en zo. Ik zou beter op mijn voedsel moeten letten, hè. Gestructureerd eten, zeg maar. Wat op meer slechte eigenschap. Ik ben eigenwijs. Heel eigenwijs. Vraag maar aan Paul. Ik ben eigenwijs. En maar doe domme dingen. Af en toe wel. Af en toe doe ik wel domme dingen. Volgende vraag van Mr. Glitches nummer 12. Yeah. Q&A. Denk je dat je in de toekomst altijd op vaste tijden gaat uploaden? Dit kan misschien meer kijkers opleveren. Omdat mensen zich dan ergens op kunnen verheugen. PS, je bent baas. Dankjewel Mr. Glitches. Ik zie je ook heel vaak bij de comments. Dus jij bent ook baas natuurlijk. En andere mensen ook niet baas. Maar, hele goede vraag inderdaad. Want er zijn mensen die uploaden standaard tijden. Zie je ook vaak op de bannen staan. Die standaard tijden, die. Ik heb wel langzamerhand een beetje standaard tijden. Ik upload bijvoorbeeld eentje 's morgens. Eentje begin van de middag. Meestal rond 1 of 2. En eentje rond 1 uur of... 6 ongeveer. 6, 7. Daar een beetje tussen. En soms nog eentje in de avond. Maar, ja, ik vind het altijd wel lastig en zo, want ik vind soms wel, als ik bijvoorbeeld iets leuks haal, dan wil ik het ook meteen online zetten. Dus ja, er zijn wel dus tijden, zeg maar, waar ik het standaard wil uploaden. Hè. Dus zeg maar 10 uur, 2 uur en 6, zeg maar. En ja, soms upload ik wel wat meer. Zoals vandaag upload ik gewoon 4 fits. En ja, dat vind ik ook leuk om te doen. Ja, toch? Dus, ik heb ze wel een beetje standaard tijden. Q&A bijvoorbeeld, 2 uur 's middags normaal gesproken. Maar vandaag dan niet, waarschijnlijk. Maar ja, dat zijn een beetje de standaard dingen die ik wel heb. Ik heb ze wel. En ik tweet trouwens ook elke dag op Twitter mijn planning. Tenminste, ik probeer het elke dag te tweeten. Als ik tweet, zeg maar, dan weet ik van, hé, ik ga dat en dat uploaden. Als ik niet tweet, dan ben ik een beetje aan het twijfelen en zo. Maar wat je moet doen eigenlijk is altijd even retweeten natuurlijk. Eén moet me volgen op Twitter natuurlijk, hè.
Visionator NL. En dat is ook heel erg handig natuurlijk. Volgende vraag van Xponents01. Vette video. Q&A, wat vind je van de nieuwe Windows 10? En heb je het zelf? Kijk eens liken. Bedankt, kijk eens liken. Ik heb zelf weer Windows 10 op dit moment. Ik vind het zelf hartstikke lekker werken. Er zitten wel hier en daar wat bugs in ofzo. Mijn Skype glits af en toe wel een beetje. Dat het net lijkt alsof ik dingen niet gelezen heb en zo. Terwijl ik het wel lees, zeg maar. Dus dan zaten er van die tekentjes nog voor. Dat ik het niet gelezen heb. Wat doet er meer? Ja, soms loopt mijn Elgato nu wel eens vast. Dat is ook wel een beetje fucked up natuurlijk als je het opnemen hè, bent. Internetspoor gebruik ik heel vaak nog. Ik weet het, mensen hebben eigenlijk Chrome en zo. En die Microsoft Edge zit erin, hè, nu in Windows 10. Maar ik gebruik vaak internetspoor en dat bugt ook wel een beetje af en toe. En dan lopen dingen vast. Maar dat doet het ook trouwens onder de andere explorers, zeg maar. Dus dat is een beetje jammer. Ik hoop dat ze het snel gaan patchen. Maar het zal ongetwijfeld wel gebeuren. In elke Windows zit de bugs. Ja toch? Dus dat is gewoon simpel. Volgende vraag van Tanked Beast. Ha, ook een YouTuber. Q&A, zeker een duimpje omhoog van mij. En wat is jouw voorkeur? TriArch of Infinity Ward? Word. Jezus, mensen. TriArch of Infinity Ward? Word. Jezus, mensen! Oké. Okay. Maar, we vergeten nog eentje eigenlijk. Want we vergeten natuurlijk... Sledgehammer. En, want die heb ik ook een afdeling gewoon gemaakt. Maar normaal gesproken zou ik zeggen Infinity Ward. Maar het probleem van Infinity Ward is dat ze, ik vind dat ze niet dus slecht patchen, als ik eerlijk ben. We hadden toevallig vandaag nog over in onze Skype gesprek, zeg maar. Een goed gesprek waar we als een beetje lullen tegen elkaar natuurlijk. Dat het gewoon echt wel een groot probleem is eigenlijk, het patchen op dit moment. En eigenlijk elke, ik vind dat ze gewoon te snel gewoon die... oudere Call of Duty is niet meer patchen. En dat zorgt er gewoon voor dat er gewoon zoveel hacks in zitten en zo. Hè? Even goed over nadenkend. Als Black Ops 3 uitkomt, hè, dan zijn er eigenlijk nog maar 3 Call of Duty die niet echt gehackt zijn, zeg maar. Dat is natuurlijk dan Black Ops 3, Ghost en Advanced Warfare. Nou, Ghost, ja. Heel veel mensen vinden het niet zo leuk natuurlijk. Lijkt me logisch. Advanced Warfare. Nou, iedereen is daar wel over eens dat het gewoon een hele matige Call of Duty is, zou ik het zo zeggen. En dan Black Ops 3, die moet dan nog maar gewoon goed zijn om wat, om er wat op te kunnen doen. Want dat weten we natuurlijk nog niet echt, hè. Kijk, we weten hoe de game eruit ziet en zo, het beeld en zo. Maar hoe gaan jullie reageren op, hè? Hoe kijken jullie ernaar? Hè? Is het leuk om te kijken op YouTube? Dat is een grote vraag natuurlijk. Dus ja, het is wel een soort van, lichtelijk probleem, zal ik het zomaar zeggen. En ik hoop echt maar, en dat meen ik serieus, ik hoop dat het gewoon een hele goede Call of Duty wordt. En ik hoop echt dat ze een keertje een oude Call of Duty remaster terugbrengen. Gewoon op een next-gen console. Dat hoop ik ook en zo. Gewoon heel erg belangrijk. Maar wie heeft mijn voorkeur? Ik ben eerlijk, het maakt me eigenlijk niet meer zoveel uit. Vroeger zei ik altijd van Infinity Ward, maar dat is het ook niet meer echt. Ik vind dat ze daar af en toe een puinbak van maken. Volgende vraag van Brian Spijkers. Q&A, vind je niet dat er veel kanalen wannabe big YouTuber zijn? Goeie vraag natuurlijk. Er zijn heel veel kanalen die denken van, hey, hoe kunnen ze nou zoveel subscribers hebben? Dat denken we wel eens. Hoe kan het nou zo snel gaan en zoveel views en zo? Hè? Wat doen ze nou eigenlijk om de mensen te trekken? Dus dat denk ik wel heel vaak. Ik denk ook wel eens dan inderdaad dat mensen, als ze ineens groter worden, hun kanaal, dat ze meteen zeg maar naast hun schoenen gaan lopen. En dat vind ik zo verschrikkelijk irritant. Wees gewoon jezelf, ja? Denk niet meteen van, hey, ik heb 20.000 subscribers, ja. Zie mij goed zijn hier. Kijk, zie wie ik ben. En dat vind ik wel dat er heel veel YouTubers dat hebben. Ik vind dat er echt wel een aantal zijn die dat hebben. Er zijn ook heel veel die dat niet hebben en zo. Maar er zijn er wel een aantal die denken van, jongen, je komt er net bij kijken. Hier, ik ben al 3 jaar een YouTuber. Ik heb 20.000 subscribers. 20.000 mensen. Zet die eens bij elkaar. 20.000 mensen. Dat doe ik ook niet van, zie mij, ik heb 20.000 mensen. Nee, helemaal niet. Met beide beentjes moet je op de grond blijven. En dat doen we dus niet altijd. Dus dat mijn ding erover, zeg maar. Kijk naar de gameplay natuurlijk. Laatste vraag van Drive. Nice video weer, Fischer. Weer een like. Q&A, wie vind je beter? Face of Optic?
kijkers, like en nog feliciteren met je nieuwe webcam. Ja, inderdaad, nieuwe webcam, die doet echt prima van Paul. Ik ben echt super blij mee. Wie vindt beter? Ik vind eigenlijk Optic beter qua competitive gedoe, zeg maar. Hè? Dus het competitive gedeelte. Ik vind competitive wat ze doen, ze zijn echt heel erg goed. Gewoon, het is gewoon heel simpel. Face vind ik meer inderdaad nog steeds de Snipe Clan, zeg maar. Wat ik wel echt goed vind van Face is, en daar ben ik, kijk, ik vind sniper echt kut. Snap je? Om tegen te krijgen, om te gaan snipen vind ik kut. Maar als ik bijvoorbeeld die clips zie en zo, vind ik wel, ik moet eerlijk zijn, vind ik het echt super tof eruit zien. Ook doen ze goed dingen met editen en zo, qua muziek in combinatie met beelden en zo. Dus ja, dat is eigenlijk mijn ding erover, zeg maar. Maar in ieder geval Optic vind ik beter qua YouTube, tenminste qua competitive, zou ik zo zeggen. Ik hoop dat jullie in ieder geval de Q&A weer leuk vonden. Laat natuurlijk een duimpje achter. Tot de volgende week. En als je gameplay hebt, stuur het even naar me toe. Hè. Link staat in de beschrijving waar je toe moet sturen. Bye bye.